wel te verklaren dat jullie dan bij zo'n belangrijke wedstrijd zo beginnen? Ik kan natuurlijk wel, want we staan natuurlijk op een plek waar het vertrouwen natuurlijk niet overloopt van. Hè? Dus het is gewoon meer dat we zo'n tekort tegenkrijgen en dat het dan even twijfel er is. Dus ja, dat is gewoon zonde en dat hoeft ook helemaal niet, omdat we gewoon genoeg kwaliteit hebben om de wedstrijd te controleren. Alleen het komt er gewoon op een of andere manier niet uit. En in de tweede helft zie je dat het net even met wat ander spel. En dan maakt het niet eens zoveel uit wie er nou speelt of wat dan ook. Maar het gaat er meer om dat je gewoon een andere opvatting hebt in de tweede helft. En ja, dat is gewoon de bedoeling wat we moeten doen. Ja, die andere opvatting leidt dan tot jouw doelpunt. Vertel eens, wat gebeurde er allemaal? Het was volgens mij een lange bal en die werd weggekopt. En die kwam bij Thomas terecht en die verlengde hem mooi. En ik schoot hem in de korte hoek. Je ronde hem keurig af. Wat voor gevoel heb je daarna? Nou ja, zoiets van, we moeten die wedstrijd winnen, dus ik wil zo snel mogelijk die bal pakken en gewoon die wedstrijd proberen te winnen. En, ja, gelukkig is dat ook gelukt. Ja, dan even over de manier waarop je juichte. Dat moet dan toch ook wel lekker zijn. De ADO-supporters in het uitvak die liepen je nog een beetje te jennen. En nou je toch je sportieve revanche? Een beetje wel. En, wat ik net al zei, ik begreep het niet helemaal en ik snapte het ook niet. Want ik heb nooit problemen gehad met ADO Den Haag. Ik heb nooit problemen gehad met de supporters. Ik heb nooit vervelend gedaan over de club. Dus ik vond het een beetje raar dat ze zo reageerden. Dus ja, het is wat het is. Vandaar dat gebaar. Sorry? Vandaar dat gebaar. Ja, een beetje wel, ja. Maar wat riepen ze dan? Want ik heb alleen gehoord, ja, broodje kroket uiteraard. Maar is dat dan hetgeen wat voor je dacht van, nou ja, het is niet oké? Maar meer dat ze zeiden, kraam amateur. Dat vind ik gewoon heel raar.